Goedendag, we zitten nog in een wisselvallige periode. De komende dagen zal dat nog niet direct gaan veranderen, maar er is wel een weersverandering op komst. In de loop van het weekend wordt het rustiger, droger ook. En volgende week krijgen we een mooie lenteweek zoals het er nu naar uitziet. Het flinke zonnige periode die droog verloopt en waarbij de temperatuur ook echt omhoog gaat. Ja, deze dagen dus af en toe toch nog wel wat buien die overtrekken. Vanmiddag kan dat ook weer gebeuren. Komende nacht, de nacht van woensdag op donderdag, zal het ook weer enige tijd regenen. En donderdag overdag krijgen we ook wel met buien te maken. En dat heeft alles te maken met een prachtig lage drukgebied. Als je dat van bovenaf bekijkt vanuit de satelliet, dan ziet dat er echt schitterend uit. Een schitterende krul zo. En u kunt heel duidelijk zien waar het lage drukgebied ligt op dit moment. Dat is zo'n beetje hier. Nou, dit is de wolkenband die afgelopen nacht en ochtend voor regen heeft gezorgd. En we zitten dus nu in het gebied waar buien voorkomen. Daar hebben we dan ook wel mee te maken. Op sommige plaatsen blijft het wel heel de middag droog, maar lokaal toch echt wel buien. En dan krijgen we de volgende wolkenband. Dat is deze wolkenband. En die gaat vannacht overtrekken. En dan krijgen we toch ook wel weer te maken met regen. En in de loop van morgenochtend trekt die regen dan weg. Kan er nog wel een enkele bui vallen, maar wordt het toch wel weer wat droger. Dat is voor de korte termijn. Op de lange termijn staat er echt wel wat te veranderen. Wat heel mooi te zien is momenteel in de bovenlucht op zo'n 5 kilometer hoogte. Die zeer koude lucht die aanwezig is bij dat lage drukgebied boven Groot-Brittannië. Echt een koude bel en die zorgt er ook voor dat sommige buien echt pittig uitvallen. Soms kan er zelfs ook onweer en hagel bij zitten. Maar wat gaat die koude lucht doen? Nou, die trekt geleidelijk aan verder naar het oosten. Dat betekent dat we de komende dagen nog niet heel veel veranderingen gaan zien in temperatuur, maar langzaam maar zeker zien we toch dat het donkere blauw verdwijnt en dat het allemaal iets zachter gaat worden. Maar wat we ook zien is de opbouw van een rug in de bovenlucht en dat zorgt over het algemeen voor heel rustig weer. En we krijgen zelfs wat wij noemen het omega-patroon. Dat is het patroon in de bovenlucht en dat loopt dan een beetje zo en dan zien we hier dat hoge drukgebied boven Scandinavië liggen. En dit is een, ja, als het ware een blokkade. En die zorgt ervoor dat slecht weer op afstand wordt gehouden. En dat betekent dus, en we zitten hier al in volgende week donderdag, dat we naar een heel rustig weerbeeld gaan. Want die rug die gaat al echt heel duidelijk invloed krijgen in het begin van volgende week. Op zondag gaan we dat misschien al goed merken. Dit is de bovenlucht nogmaals op zo'n 5 kilometer hoogte. Maar ook aan de grond gaat dit patroon zich manifesteren. We beginnen weer eventjes bij vandaag woensdag opnieuw dat lage drukgebied. Duidelijk zichtbaar. Die wolkenband die kunnen we ook weer mooi zien. Hier in dit geval is dat dan de neerslag die we tonen. En die neerslag, ja, daar zijn we dus nog eventjes niet vanaf. Want vannacht, zoals gezegd, trekt hier regen over. Kunnen er nog een paar buitjes overdag vallen. Wordt het geleidelijk aan wel wat rustiger. En op vrijdag moeten we rekening houden dat er plaatselijk toch wel nog een buitje zou kunnen vallen. Maar we zien ook hier duidelijk het patroon gaan ontstaan van een hoge drukgebied dat op gaat bouwen boven Scandinavië. En dat de stroming dan meer oostelijk gaat worden in onze omgeving. En ja, dan krijgen we te maken met een heel rustig weerbeeld. En dat zet zich in vanaf zondag. Inmiddels is de kaart dan ook weer op donderdag aangekomen. Ligt dat hoge drukgebied zo'n beetje boven Noorwegen en Zweden. En hebben wij te maken met een oostelijke stroming. En met die oostelijke stroming wordt langzaam maar zeker toch echt wel wat zachtere lucht aangevoerd. Dat is goed te merken overdag als die temperaturen omhoog gaan. In de nachten kan die temperatuur bij een heldere hemel natuurlijk nog best wel flink onderuit gaan. Goed, we gaan terug naar morgen. Of ik begin eigenlijk eerst even nog het nachtverhaal te herhalen. Want vannacht dus regen vanuit het westen. Die regen die trekt over het land naar het oosten. Toen morgenochtend gaat dat verdwijnen. Kan er in de loop van de dag nog wel een enkele bui vallen. Ik denk eigenlijk dat de meeste buien vooral in de ochtend vallen. En dat het vanuit het zuidwesten al in de middag vrij snel overal droog zal zijn. Morgen nog wel een stevige wind. Matig tot krachtig uit het zuidwesten. En in de middag best ook wel wat zonnige periode. Dat ziet er niet verkeerd uit. 11 tot 13 graden wordt het. De dagen erna zien we heel duidelijk dat die temperatuur geleidelijk aan omhoog gaat. Met op zaterdag misschien ook nog wel een bui. Vrijdag kan er ook best nog wel een enkele bui vallen. Maar daarna droog weer met steeds meer hogere temperaturen. En we komen hier zelfs op dinsdag al uit in het midden van het land, zo rond de 18 graden. In de pluim is dat ook goed te zien. Als ik die er eventjes bij pak, dan zien we heel mooi een oplopende tendens. En we komen uiteindelijk toch wel heel dicht in de buurt, rond de 20 graden. Dat hebben we dit jaar nog niet gehad, 20 graden. In het zuiden van het land is die kans zelfs nog wat groter op die 20 graden.
Komende nachten nog wel fris, maar daarna toch temperaturen over het algemeen die iets hoger uit gaan komen. Maar het zal mij niet verbazen als daar toch nog wel een nachtje bij zit dat er wat lichte vorst voor gaat komen. Dus een mooi patroon in de temperatuur kunnen we zien. Het leuke is ook dat alle grote modellen dit heel duidelijk laten zien. Dus ze zitten op één lijn. Dat is meestal gunstig voor een verwachting die uit gaat komen. En als we dan ook nog even tot slot naar de neerslag kijken, nou, dan zien we heel duidelijk die neerslagkans op donderdag. Dat zijn die buien en die regen die over gaat trekken. Maar daarna valt het allemaal reuze mee. In het weekend misschien nog een enkel buitje. Maar volgende week, ja, dat lijkt gewoon een droge week te worden. Met flinke zonnige perioden en mooie oplopende temperaturen. Nog fijne dag.